Kijk, hier worden de bieten gerooid. En als ik dan zo'n bietenrooimachine zie, dan moet ik alles weer aan vroeger denken. Aan vroeger toen ik klein was, toen ik in de Haarlemmermeer woonde, waar ik geboren ben. En als jij dan eens nadenkt van, hey, waar woonde ik vroeger? Waar speelde ik mee? Wat vond ik nou leuk? Waar kreeg ik mijn energie van? En als je dat dan ook in je werk probeert te integreren, nou, dan zal ik je vertellen, dan gaat je een stuk makkelijker af. Dat weet ik uit eigen ervaring. En dat ga je ook uitstralen. En dat enthousiasme, dat zien mensen. Waar jij goed in bent, dat ligt eigenlijk al ten grondslag in de dingen die je vroeger heel graag deed. Heerlijk hè, dat geluid. Dat geluid van die vallende suikerbieten. Ik kan er echt van genieten. Ik ben iemand die komt uit de Haarlemmermeer. Dus gewoon lekker met beide benen op de grond. Gewoon lekker nuchter. En zo help ik ook mijn klanten. Nuchter, kordaat en stappen maken. Dat hoort er gewoon bij. Handen uit de mouwen en gaan. Want daar gaat personal branding ook over. Wie je bent, wat je heel graag doet en hoe je dat kan integreren in je dagelijks leven en in alle rollen en functies die je vervult. En als je dat op een plezierige manier doet, dan zien de mensen dat. Want dan ga je dat uitstralen. Nou, ik ga weer verder, want de arbeid roept en dat is ook weer heel erg leuk. Tot kijk!